Ik sta op tegen zo'n voorschotelaan. Dat is 9:30. Ik heb er 15 seconden mijn mond gehouden. Zoals je hoort is het doodstil. Echt doodstil. Ik zal in de beschrijving nog even neerzetten hoeveel decibel het is. Want echt verdomde zacht. I see you soon. Dames en heren, even voor jullie informatie. Zoals je misschien weet ga ik naar een gratis nachtmetro. Ik sta op de station daar. Wat ik als eerste ga doen is naar Nestle landen. Dat ga ik niet filmen, want dat is totaal onbelangrijk. Wat ik daarna ga doen van Nestle landen, één ruk naar vijf sluizen. Dat ga ik wel filmen, dus ik hou je op de hoogte. Dit is trouwens nieuw verlaat. Ik ben trouwens vergeten vanaf Nestle landen. Mijn fout, excuus. Helemaal vergeten. Ik zal kijken of ik het nog kan maken verderop in de video. Ik zal nog even kijken of ik het ergens kan knippen of plakken. Maar dit is trouwens... over vijf minuten moet ik even de instellingen ga ik veranderen. Dus. Deze komt in 4K. Uiteindelijk wordt deze hele video ook in 4K, maar niet direct. Excuus. Maar het volgende station is Nestle plaats. Ik weet niet of ik het goed kan maken. Ik ga het proberen. Ik ga even kijken of ik van nieuw verlaat in Nestle landen. Nee, ik kijk wel even hoe ik het doe. Het is 56. 36. Nestle plaats. Tussen 10 uur 's avonds en 2 uur 's nachts kun je gratis gebruik maken van een gratis nachtmetro. Kijk op rt.nl/oud-en-nooi. Dit vind ik wel fucking ziek. Zet dit dan. Dat vind ik echt fucking ziek. Toch? Daar net ze. Ik moet die niet echt opnemen, want dan kom ik in de schema de war. Ik zal in de beschrijving wel even een lijstje maken met al mijn roots en Unterzetten. Roots Unterzetten. Ik hoop niet dat mijn telefoon die ellende doet. Vorig jaar heb ik trouwens dit ook gedaan. Ik zal kijken of ik die video in mijn telefoon kan importeren of downloaden en even een video kan plakken. Kunnen jullie gaan vergelijken? Ik zal kijken of ik kan doen. Graskroot. Zo rustig en dat ik naakt loop hier. Hier zo rustig en lekker kut. Iedereen vindt natuurlijk je bom. Of je wat bom. Ja. Oh nee, hoeft toch niet. Hoewel die mensen gaan nu dan naar het oude nieuw. Naar de Erasmusbrugge. Anderhalve minuut te gaan. Dan ga ik even snel de instelling wijzigen. Naar 4K en Full Charge. Dan kan ik wel 30 minuten filmen.
video recorden. Alexander. Alexander is trouwens vernieuwd. Kijk wat ik kan laten kijken. Kan ik wel zien? Nou, het overgrote is al klaar. Alleen nog de finishing touch, kan ik je zeggen. Station Alexander is al voor zeker voor 75% is hij al klaar. Nou, de overige 25%. Dus Alexander is al, na oud en nieuw denk ik dat ze dit gaan verwijderen en even echt goede hekken gaan plaatsen. Maar het is echt een tijdelijk iets dit. Nog minder. Maar het is al wat meer. Ik ga even verschillende beeldscherptes ga ik even filmen. Alleen maar om even te testen. Even kijken wat goed werkt. Dit is trouwens Full HD 1920x1080 60 frames per seconde. Ik ga nu even kijken hoe de beeld eruit ziet in 1920x1080 zonder in 30 frames per seconde. En op de achtergrond kun je gewoon uit en nooit zien. In Duits deel ik zagen in Hintergrund kunt u zien uit en nooit googlen. Oh ja, dames en heren, ik moet het helaas. Dit wordt niet de allerlaatste video van 2020. Ik ga er wel eentje maken. Waarschijnlijk in de McDonald's. Hoogwaarschijnlijk. Ik kan er trouwens eventjes een McDonald's food review doen. Gewoon even om alsnog boven één allerlaatste video in 2019 te maken, excuseer. Want dat vind ik wel leuk naar jullie en wel respect. Hé, hey, kruidautomaat is afgesloten. In 2020 heb ik een nieuwe aankondiging. In 2020 heb ik wel iets leuks, leuk nieuws voor jullie. Oh, 2020 inderdaad. Maar deze wordt niet. Dit is niet de allerlaatste video. Dit is trouwens wel de eerste video in 2020. En niet de laatste in 2019. Dat gaat niet worden. Nog eerst naar het centrum Rotterdam door. Dan moeten we Rotterdam uit. Of dan moeten we nog Schiedam in, dan is Schiedam uit, dan vijf sluizen in. Dat kost tijd. Maar geen hoop. Geen haast, ik heb de tijd. Wel tot 2 uur 's nachts. Maar ja. Wat ik trouwens wel doe, is jullie gelukkig nieuwjaar wensen. Deze video komt waarschijnlijk op nieuwjaarsdag online. Ik hoop in de middag, maar s'avonds ook. Hey. Een tannenboom! Dat is een tannenboom! Wie de horen een tannenboom? Dritte maal een tannenboom!
Tannenbaum, oh Tannenbaum, was bist du wunderschön, wunderschön. Woonstad Rotterdam? Woonstad, klopt is niet. Je mist de drie, oh god, tyfus klote zooi. Je mist de overige drie letters, ja, klote volk. Woonstad Rotterdam, ik zal je ook even DM'en, een linkje. En daar staat Woonstad Rotterdam, maar de drie letters zijn defect. Wist door jeder wat hij een tannenbaum is? Laat het me weten in een commentaren. Dankeschön. Ik ga in 20 hier. Dammist. Ik ga in 2020 een video recorden. Wat ik ga doen met mijn Duitse YouTube kanaal en wat ik had, wat de toekomst had gemaakt voor mijn Duitse YouTube kanaal. Dat het ooit dat volk meer wisten. Hoe waarschijnlijk schrijf ik een Nederlandse Untersetzung voor mensen die kein Deutsch verstehen unterstehen niet. Dat is een extra service naar ihre Abos. Dankeschön. Nächste Haltestelle. Kapelse Brug. Dat is de pantograaf. Wissels. Spoor. Stuk grond, beton. Bovenleidingen. Perron, onderdeel. Dak. Perron. Men ziet, het is populair. Men ziet. Ik ben weer terug. Zoekeert. Schatze, die Türen hat. Donkerheid. Want zo geelachtige shit is. Veel licht op je fucking bakkes. Donker, oh ja, een spiegeling. Ik zal kijken of er nog wat mooie metrotjes is, zoals Wissel. Oh ja, dames en heren, ik zou even zeggen, in vergelijking met vorig jaar, werd er omgeroepen, deze metro stopt niet op alle stations. Het volgende station na Kapelsbrug is Kranichse Zoom. Zoals het net is een mooie, 37 is een mooie, ik kan het niet zien, 37, 27, 29. Ik zal voor beeld even laten zien welke metro ik bedoel. Du bist ein Tannenbaum. Wissel. Schlüssel. Ich bin
Ik begrijp jou wel. Het bandstation. Kralingstation. Op Baanhof. Entschuldigung, kein Service. De Entschuldigung, außer Betrieb. Ik ben wieder zurück. Die Mauer von Kralingse Zoom. Ik ben wieder zurückgekehrt. Entschuldigung, kein außer Betrieb. Zodat 24 en de metro die ik niet kan zien. Zodat staat 4. Die tunnel. Op deze Bahnhof ben ik eingestiegen. Wat deed dus als je het ziet? Wat is deze? Verband. Tesje. Maar heel dichtbij. Nou, wat er mee. Camerapunten. Wow. Bijna een ongeluk. Geen fietsen en geen vuurwerk in de metro. Dat is verboden. Aan deze Bahnhöfe ben ik eingestiegen. Aan dat andere plat. Bahnsteig. Ihre Informationen, es ist ein Lift ausfällt. Kredische ist außer Betrieb. Kredische Welt ist außer Betrieb. Das wüsste ich nicht. Dat kan ik niet even ontzettend goed wijzigen om de omroep goed te kunnen horen. Maar ik zal even in de beschrijving van deze video even laten weten welke U-Bahn station deze U-Bahn houdt. Een verloren blik, republiekje, waarschijnlijk van een jeugdige 18 tot 24-jarige. Laten ze bitte dein Mund. Für Menschen, wohin Deutsch verstehen, ich habe Nachrichten für ihr. Halten Sie bitte dein Mund. Vertaling, houd je mond gesloten. Daar rijden we dus niet in. Daar rijden we ook niet in. Daar rijden we al helemaal niet in. Nee, maar nu wel. Ik ga bij het praten.
eerste humanist dat is weer. Dames en heren, ik ben trouwens erachter gekomen waarom in de video van RT video Cynthia wilde flikkeren. Kijk eens dit toe. Nee, wil je er niet. Maar het beeld flikkerde omdat hij niet scherp was gesteld. Dat was het probleem. Hier kun je overstappen voor La Ubanilie E. Nacht des Vintje. En daar staat hem. La Uban. Daar staat een metro naar Nesterlanden. Dames en heren, hier ben ik. Hi. Hi. En letten. Over ongeveer een minuutje of 25 ga ik met dezelfde meter terug naar beurt. En dan ga ik naar de stintje en dan nee. Ik kijk wat ik doe, ik hou je op de hoogte. Dat was toch toen de beurs trouwens, dat ik net voorbij liet het. Eendracht maakt macht. Oh, dat doet dus wel. Kijk, hier wordt het wel beter. Zie je? Kijk, even de juiste informatie, RT. Ja, dat kutlicht. Oh, shit. Dat kutlicht dat voor het eten net eten. Volgende station RET. Probeer informatie te geven. Jullie gooien de route in het eten. Ik ben zo terug. Kijk. Het volgende station is Koolhaven. En het station daarna is Schiedam Centrum. En daarna tift hij gelijk verder naar Vijfsluis. Dus nee, RET. Dat stopt wel degelijk niet op alle tussen. Al gelegen het soms. Absoluut niet. Doet hij niet. You failed this time. Dus ik dacht, ja, ik zal even stations even laten informeren. Kijken. Waar is dat? Shift. Stopt hij dus niet, dan RT. RT, kijk even naar jou, want jullie zetten fake news in de app. Deze metro wel.
het zou misschien wel handig zijn dat op die borden wordt getoond of die stopt, ja of nee. Ik moet even kijken wat het nummer is. Dat is important. Ik loop een beetje door de metro, want vrijheid. De nazi's zijn namelijk verslagen 75 jaar geleden. Dus wat maak je? Wat zeg je? Nazi-Duitsland. Als de RET gaat echt zeggen, nazi. Jongen, neer gaan zetten. Nazi-Duitsland is 80 jaar geleden verslagen. Ga me alsjeblieft niet wijsmaken wat ik moet doen. Ja, sorry. Delfshaven. Delfshaven stopt hij ook niet. Wat ook gek is, alle lichten staan aan, roltrappen werken, alles is functioneel. Dat voor de reiziger niet zichtbaar of die stopt ja of nee. Ik zal even een tweetje naar je sturen. Nou, deze metrostation. Ja, dit is Marconiplein. Ik ben van de hand. Delfshaven, dan Marconiplein. Nee. Kijk, deze match staat er uiteindelijk uit. Alleen de emergency lights staan er niet aan. Voor de suite. Nou ja, ik zie het niet, maar jullie zien het niet. Maar. Ja. In de beschrijving staat alle stations die RET. Dit nachtmeter niet aandoet. Vorig jaar heb ik een tas bij me. Ik heb dit niet meegenomen. De nachten van Rotterdam duren helaas veel te lang. De nachten van Schiedam zijn lang. De nachten van Schiedam zijn lang. Zet even een reactie in de comments als je Schiedam woont. Vuurwerk. Mooi, 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 mooi. Vuurwerk. Zet er meteen ook in de reacties of je klaar bent voor het nieuwe jaar. Klaar voor 2020. Klaar voor de start van het nieuwe jaar. Klaar de 20's, de jaren 20. Schiedam Centrum. Zijn alle CTA's borden aus? Alle CTA borden staan aus. Dus als je denkt, ik pak even de trein, doe. Vooral niet doen.
37:10, dames en heren. Ik ben net op tijd. 37:10. 1:22 helaas, maar ja, moet ik wel doen. Over de sorry van het rennen. Schiedam Centrum. Even kijken. Kijk hier naar rechts, ga je naar de hoek van Holland. Tunneltijd. Tunneltijd. Dus hij rijdt opnieuw, terwijl hij niet echt, hij is niet nieuw, hij rijdt nieuw. What the fuck, RT? Welke? Daar. Even kijken. Parkweg. Verpand. Ja, dat is Parkweg. Proost eraan ook. Of een wisseltje pakken, zeg maar. What the fuck? Vijf sluizen moet je pas stoppen, niet toestel aan. Of is sinds kort Nederland uit de EU? Dan gaan we Brexit Brittannië navolgen. Ja, dit is vijf sluizen. Zoals je ziet is het ook donker. Ja, de Toosterlaan. En de Toosterlaan. Ik ga niet vertellen dat we in Janine niet terecht zijn. Nee, denk ik niet. En stoppen. Wie weet het? Volgens die mevrouw daar, ga niet, dat gezicht ga ik niet filmen. Oh god.
Ik krijg hartstilstand aan die deuren. God, de tyfus. Daar krijg ik ook een stilstand van. Maar ik heb van die mevrouw daar meegekregen dat we 2020 in gaan luiden, in gaan rijden, weet ik veel hoe je het moet noemen. We gaan het nieuwjaar inluiden door voortaan links te rijden in plaats van rechts. Dat ga ik trouwens wel even bevestigen aan de FNC zelf. Dus. Maar dat wil ik even mededelen. Dames en heren, 5 sluizen. Genissen. Ik ga even naar buiten, want het duurt nog even. Als zij de meter opgestart, alle shit hebben geregeld, bla bla. Dames en heren, 5 sluizen. Ik ben weer terug. Dames en heren, ik ga niet de terugweg filmen. Waarom doe ik niet? Want dat is precies dezelfde route, maar dan andersom, snap je? Dus ik doe het bewust niet. Dus dan weet je dat. RNT, dit zijn de juiste halte aanduidingen. Fix your shit. Schiedam Centrum, Cora, Eendrachtsplein, Beurs, Oostplein, Zoïde. Dat is de juiste halte aanduidingen. Ik zal kijken in de beschrijving van deze video wat de juiste halte aanduidingen zijn, want jullie app klopt voor geen meter. Dames en heren, ik ga niet de volledige metergrid filmen, maar wel 5 minuten. 5 minuutjes, wat doe ik dat? Ja, om toch even een soort van een beeld te creëren voor jullie van oh, dit doet hij snel. Ja, dat doen ze in de doos van de nachtmetro's. Even lopen de metro, ja, remt aan de aansluiting op de lijn. Nee, geef me dat het de bus was. Alle treinen zijn uitgevallen. Ja, nee, maar ze volgen elkaar ook. Maar rijden tot na 12 uur. Daar komt het volk. Hang on. Ben weer terug. Ja, het is wel opnieuw. Wacht, ik ben zo terug. Kijken, daar stond Epic New Year. Ik weet niet of het terugkomt. Wacht. Sorry? Nee. Dan nogmaals. Ja, wacht even hoor. Hier, Happy New Year, wacht toch? Wegens privacyreden en AVG-wetten hebben die bloedmooie dames niet gefilmd. En weer verlaten het Schiedam Centrum. Volgend station na Kapel na Schiedam Centrum is Cholavio. Zoals hij ziet. Daar een trein naar Vishoes. Ik heb toevallig weten tussen de Flirts en deze en de Flirt 3 trein naar Nes. Kijk, als ik dit doe, blijft aan. Want dan blijft je groen lampje branden en dit gaat bam meteen uit.
De nachten van Schiedam zijn lang. Oh nee, wacht. De Schiedamse nachten, dat was hem. De Schiedamse nachten zijn lang. Let me know als je weet waar dat vandaan komt. Ik ben nog een nieuwe film en dan een keer niet. Mijn maagje vol eten. En daarna ga ik naar Slintje, snel dieven. Ik weet ook niet of ik het ga halen. Maar ik ga toch, nou ja. Om 10:08 aan de beurs. Wil ik snel eten? Nee, ik ga niet snel eten. Ik hou je op de hoogte als ik de beurs ben. Dan ga ik voor je houden. Dus ja. Houd je ogen geopend. Delen ga indelen, want dan kun je het verschil echt wel goed zien tussen metrolijn B en metrolijn E. Dus wat ik nu ga doen is de video afsluiten, duimpje omhoog, abonneer beneden, belletje en houd mijn kanaal goed in de gaten, want er komt veel meer content in 2020. Duimpje omhoog, abonneer beneden, dat belletje. Dit is Nicola uit de toekomst. Deze video is namelijk opgenomen tijdens oud en nieuw tussen 2019 en 2020. En toen had ik nog de Galaxy S9 van 64 gigabyte. En toen was mijn telefoon vol. Dus toen kon ik nog geen. Destijds kon ik geen deel 2 maken van oud en nieuw van oud en nieuw van Rotterdam. Oud en nieuw van Rotterdam, zeg maar. Dus hierbij eindigt de video. Dus vond jij deze video een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Wil je niks meer van me missen? Druk dan op het abonneren knopje hier beneden. En druk ook op het belletje, dan mis je echt niks meer van mijn nieuwste video. Dames en heren, voor nu zeg ik tjus, auf Wiedersehen, bis bald, bis in die Zukunft.